Hi, goeiedag. Welkom bij een nieuw filmpje. Welkom terug op mijn kanaal. Of welkom op mijn kanaal als je nieuw bent. We gaan nieuwe make-up proberen, maar ik heb niet alles nieuw. Dus ik gebruik sommige dingen. Wacht even hoor. Ja. Hier, ik kijk af en toe hier vlak naast de camera, want daar staat mijn spiegel. Wat ik niet nieuw heb, gebruik ik uit mijn RVD-bakje. En dat is in dit geval de concealer van Huda. Ik heb een aantal dingetjes nieuw. Wat ik zeg, maar niet alles. Weet je, ik kan ook gewoon niet altijd alles vinden, zeg maar, wat naar mijn smaak is. En ik moet het zelf kopen. Dus ik wil wel dingen hebben waarvan ik potentieel zeg, dat blijf ik gebruiken. Of dat wekt interesse of iets dergelijks. Deze rode vlek is echt heel intens. Daarom probeer ik hem altijd een beetje. Goed. Concealer. Check. Ik had ook al geprimed. En dan heb ik een proefje gehad van de Armani Luminous Silk. The Perfect Glow Flawless Foundation. A beauty icon for 20 years. Up to 40 shades. Nou, hierin zitten dan 4 kleuren. En dan ga ik denk ik de lichtste doen. Ja, dat. Kijk, het zit zo vast. En dan scheur je dat jouw betreffende zakje eraf. Het is best wel heel handig dit. Volgens me staat er nog iets op. Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation. Nee. Free sample. Ja, dat begrepen we al. Even een schaar. Ik heb niet heel veel kracht in mijn handen. Dus wij doen dat soort dingen met een schaar. Oh. Oh. Kijk eens. Is die weer. Oh. Hij is heel dun. Maar echt heel dun. Zo, die is leeg. Ik zit te kijken of ik het niet toevallig op mijn shirt heb. Met de kwast maar, want. Bij die plek stempel ik het altijd voor de beste dekking. Ik heb hier altijd moeite en dat ligt niet aan het product hoor. Maar ik heb in dit ooghoek is altijd een beetje rauwig. En ik heb daar altijd ontzettend traanoog. Maar dat heb ik ook als ik geen make-up op heb. Dus het is geen. Hoe heet dat? Productgerelateerd ding of zo.
even het overtollige product weghalen. En dan zie je toch dat één zo'n proefje eigenlijk een tikje te veel is. Oké. Het is een lichte medium dekking, wil ik zeggen. Hij glowt mooi. De kleur is voor mij goed. Ik heb niet op het pakketje gezien of op het sachetje welke kleur dit is. 2. Kleur 2. Ja. Dit is een natuurlijke glow. Ja, dit is niet helemaal. Het is niet een soft focus of zo. Hoewel die wel een beetje blurt, maar niet heel bijzonder. Maar dit is wel een mooie foundation, zeg. Ja, ik snap het. Ik snap waarom mensen dit een fijne foundation vinden, hoor. Ik ben daar bij jullie, wat meer geestwit dan in het echt, hoor. In het echt valt het echt reuze mee. Maar deze kleur is echt, echt heel perfect voor mij. Goed, even de ogen poederen. Dat doen we met de Pat McGrath poeder. En dan moet ik hier nog een puffje hebben. Maar moet ik zeggen dat ik laatst heb geprobeerd met andere poeders te poederen, zeg maar. En dat het toch nergens zo mooi, zeg maar, smooth blijft als met de Pat McGrath poeder. Just saying. Alleen de onderogen. Want ik heb de nieuwe Catrice bronzer. Dit is de Catrice bronzer. Bronzing Cushion Stick. Dit is de kleur C01 Sun of Rhodos. Oh, dit is van de Catrice Summer Obsessed Bronzing Cushion Stick in de kleur 01. Shake well before use. Nou, oké. Er staat verder niet op. Verder geen informatie op of zo. En dan moet die eraf. En dan heb je een. En dan moet je hem draaien en dan komt het eruit. Ja, ik heb geen idee hoeveel ik moet gebruiken. Dus ik vind hem erg donker ogen. Dus ik word daar een beetje nerveus van. Het is een redelijk dikke substantie.
Oké, met swirlen kom je dus niet zo ver, dus je moet hem echt tippen. Dat vind ik op zich niet zo erg. Ik doe ze nu uit en dan tip ik het hier uit, zeg maar. Al die haren die plak nu vast. Nee. Oké, ik vind het een mooie kleur. Laat ik dat voorop zeggen. Ik vind het jammer dat ik hem nergens dicht kan draaien. Want nu komt er allemaal troep in het dekseltje. Maar hij klikt wel goed dicht. Dus dat, nou ja, goed. Dat zou dan moeten blijven. Oké, je hebt echt even nodig om hem uit te blenden hoor. En niet swirlen, maar deppen. Misschien met een spons nog beter, maar ik ben nou eenmaal erg van de kwast. Maar dit is een hele mooie kleur hoor. Ja. Hij lijkt heel donker, maar dat is dus niet zo. Oké. Oké. Dan heb ik van Collection de Finish Filter Liquid Blush Wand. Weer een wand. Ik vind het niet erg, want ik vind dat over het algemeen fijne producten. Wat zegt het? Instant Radiant Blush. Gently squeeze to release the product. Apply to the apple of the cheek using a cushioned applicator. Blend out with fingertips or fluffy brush. Vegan suitable. Dit is de kleur 2 Peach Pleasure. Nou ja, je krijgt 12 milliliter. Oh, het is een draaidop. En dan komt er niks uit. Oh ja, daar komt het. Oh, ik hou niet van schimmerige blusjes. Het is heel raar dat het een draaidop is. Why? Oké. Ik zie glans. En ik zie een heel subtiel kleurtje. Dat vind ik niet erg. Maar zoek jij. Oh, even gooien. Zoek jij een blush? Dit gaat hem dan niet worden. Het is heel subtiel. Die bronzer is redelijk opgedroogd. Dit is niet heel sticky. Ja, nou, dat. Maar ik vind hem wel mooi. Maar dat komt omdat ik hiervan hou. Ik hou van een minimale blush. En een klein beetje glow mag wel. Maar ik zou hier dus nu geen highlighter meer bij doen. Ja, nou, dat dus. Momentje, ik ga even een poeder pakken. Ik heb de Moira powder gepakt. En dat is voornamelijk. Voor de rest van mijn gezicht. Dit is de powder in 3 kleuren, zeg maar.
zie je dat ik dit stippel ik ook. Ja, kijk. Zie je dit? Zie je dit? Dit gebeurt altijd bij mij. Zo. Laatste stukje doe ik het wel zo. Zo. Oké. Ja, van die Mora powder weet ik gewoon eigenlijk dat ik hem heel erg fijn vind. Dat is toch wel een van mijn favorieten. Oké, je ziet de blush en de bronzer er wel doorheen, maar het wordt wel wat minimaler. Ik wil een heel klein beetje concealer hier opnieuw brengen. Want traanoog. Ja, kan er niks aan doen, jongens. Het is gewoon echt struggles. Oké. Schiet ook nog mijn BH los. Momentje. Zo. Oké. Ja, nou, laat het maar even zo zitten. Max & More spray voor de poeder. Ja. En dan moet ik zeggen, ja, je bent opgemaakt. Ja, je hebt make-up op. Weet je, als je dat niet wil zien, moet je geen make-up op doen. Maar ik hou wel van een beetje natural look. En dat zie je wel, hoor. Oh, ik had hier ook gewoon een poeder staan. Nou ja, goed. Oké. Dan heb ik van Collection de, ja, Collection, de Brownifier Definer in Credi Brow in blond. Dat is deze. Er zat een haar in mijn oog. Het lijkt of ik hier een stukje wenkbrauw ben kwijtgeraakt. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oké, deze heb ik wel al gebruikt. Hier weet ik wel al wat ik ervan vind. Hij draait terug. Wees gewaarschuwd. Deze kleur is voor mij zo ideaal. Dit is gewoon precies de kleur van mijn wenkbrauwen. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Kijk. Op een of andere manier heb ik hier altijd moeite met de vorm. Ja, hier teken ik hem even bij. Ja, beter. Beter. En dan hier ook.
Kijk dit. Het is gewoon echt de perfecte kleur voor mij. Dit is precies de kleur van mijn wenkbrauwen. Mijn ogen is weer aan tranen. Goed. Dan heb ik van Moira een... Ik heb wel meer van Moira hoor, maar deze wil ik even doen. Dit is de Lucent Cream Shadow in de kleur 28 Orion. En die is zo mooi. Waarom krijg ik tegenwoordig doosjes niet meer open? Ik heb echt het idee dat het aan mij ligt. Ja, je kan het niet zo goed. Ja, zo. Zie je het? Ik hou ervan. Ik haat die traanoog. Echt. Ik haat die traanoog. Je zou de hele dag zo'n poederpuff met een beetje extra poeder mee moeten nemen, weet je wel? De tandjes. Ik haat het. Even kijken. Laten we even een penseeltje nemen. Kijken of dat wat doet. Zeker. Ja, ik ben helemaal niet van de oogschaduw en ik ben helemaal niet van de glitter. Maar soms heb ook ik zin in iets geks. Zoals dit. Nee, de meeste mensen zullen zeggen, oh, maar dat is everyday. Voor mij is dit gek. Ja, voor mij is dit gek. Gewoon. Ja. Dan heb ik van Moira ook een lippenpotlood. Dit is de Moira Lip Appeal Waterproof Liner in de kleur 006 Bombshell. En die is zo. En dan, ik denk dat je hem moet draaien. Ja, je kan hem draaien. Zie je dat? Niet mijn favoriet. Wel een hele mooie kleur. Het is een heel fijn potlood. Hij is droog en creamy. Weet je, niet droog, niet te droog en niet te creamy. Hij is net niet creamy genoeg, zodat je wel een strakke lijn kan maken. Mijn ogen traant weer. En hij is net droog genoeg, zeg maar, dat je het idee hebt dat hij blijft zitten. En dan heb ik de W7 Sunny Seville Sheer Shade Lip Gloss in de kleur Sangria. Dan komt het in een soort squeezy tube eruit en dan is dit de kleur.
Ja, het is iets roze dan wat ik normaal doe. Maar op zich, ja. Ja, wel mooi met die bruine lippotlood. Ja, nou, klein beetje setting spray. Overbodig, want ik heb die van de Action net gedaan. Maar ik doe het toch. Mascara nog. Oh, echt. Soms. Ik voel dat ik velletjes op mijn lippen heb. Maar die zie ik niet. Oké. Okay. Oh, hier. Een wimperkruller. En dan heb ik een... Ik haal hem er twee keer overheen, zodat hij een heel klein beetje... warmte heeft. Weet je, je wil niet je ogen verbranden, hè? Dus als je dit ook doet, doe alsjeblieft voorzichtig. Ik heb de Lash Without Limits in het zwart. Doen we een dun laagje en ook wat beneden. Deze is nu heel nat nog, maar deze heb ik serieus gisteren pas opengemaakt. Gisteren voor mij, hè? Niet gisteren voor jullie. Een klein beetje gemorst. Daar. Ja, dat traanoog dat ik... Oké. Klaar voor de dag. Nu even een oorbelletje in. Want dat heb ik altijd. Mensen die mij kennen, die weten, die zien mij zelden... zonder oorbellen, behalve mensen die bij mij in huis wonen. Ja, ik heb nog meer nieuwe make-up hoor. Maar er komen nog wel meer filmpjes. Ik vind dat ik er goed uitzie. Ik vind dit een fijne foundation. Ja, dat is heel raar. Maar dan wil ik even kijken hoe het in mijn dingen zit. Oké, ik vind de foundation echt... echt heel mooi. Je hebt er niet te veel voor nodig. In het begin dacht ik, wow, dat ligt heel dik op de huid. Maar dat, nee, je moet niet te veel gebruiken. Echt, a little goes a long way. De bronzer vind ik echt heel mooi. De blush, ja, is oké. Ik hou ervan. Wat heb ik nog meer? Ja, de oogschaduw vind ik echt grappig. Goed. De lippenpotlood vind ik ook echt heel goed. En de gloss van W7 vind ik ook fijn eigenlijk. Er is eigenlijk niks bij wat ik vandaag zeg nee. Alles is goed behalve de blush. De blush zeg ik ja oké. Weet je, het, ja. En ik denk dat zelfs door de poeder heen en zo zie je alles gewoon goed zitten. Maar niet te... Ja, nou, ik ben wel tevreden. Laat me weten wat jij ervan vindt. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!